Bob! Ah, oh, Bob. Yeah. Waar ben je nou? Ik ben net wakker, man. Staat hij alweer te drinken, hoor? Staat hij? Bob, waarom? Waarom nu al? Waarom sta je nu al te drinken, man? Ja, het is toch gewoon lekker. Oh, even Bob. Wat shotjes doen. Kom, ja. We gaan naar buiten. Ik ben wel weer uitgedronken, hoor. Ja, we gaan Weet naar buiten. Weet je wat er was gebeurd laatst? Nou? Was Nokkie gevallen. Ah. Bob, waarom ben je ook zo oetswans, hè? Als het goed is, is de buurman hier ergens. Want we gaan met hem een vliegtocht maken. Dus, daar hebben we hem al. Hallo, vliegen? Buurman. Hallo. Nee, dat is de buurman helemaal niet. Waar is de buurman? Nee, dat is de buurman niet. Hallo. Oh, daar komt hij aan. Maar... Nou, buurman, we moeten naar het vliegveld. Oh, we kunnen met z'n allen in deze auto. Nee, hij moet zijn eigen auto maar pakken. Ik ga mijn eigen auto. Waar gaan we naartoe? We moeten naar het vliegveld. Naar het vliegveld. Is goed. We hebben wel een beetje haast, dus ja. De auto is wel een beetje wiggly. Ja. Oh nee, het stopt bijna. De bomen staan scheef. Zie je dat? Oh, Bob, je bent alweer dronken. Oh, Bob toch. Is die alweer dronken? Jouw hoofd is net als een banaan. Bob is weer dronken, hij ziet weer fantasy dingen. Oh. Zie je ook weer eenhoorntjes, Bob? Dat jammer genoeg nog niet. Oh-oh. Oh, nee, volgens mij gaat het niet zo goed met jou. Ben je ook dronken? Ja, ik ben ook dronken. Nog van gisteren een beetje aangeschoten, maar dat maakt niet uit. We gaan weer even gewoon verder. Ja, ik heb een kater. En alsnog ga ik vliegen. Want de buurman... We praten trouwens via de telefoon. Maar de buurman die heeft natuurlijk weer geen vliegprefret, maar heeft hij wel een vliegtuig. Dus ja, beetje dom. Dus ik moest weer gaan vliegen. Dus ja, dat doen we wel eens vaker, ja, toch, buurman? Voor andere zaken is dat ding, hoor. Ja? Voor andere zaken. Wat voor zaken dan? Drugshandel zeker. Hè, buurman? Dat was. Klopt. We zitten al in het vliegtuig. Kijk, we stijgen op. Helemaal niet, Bob. Oh. Bob is zo dronken, hè. Zo. Ik hoop dat er wel een vliegtuig staat. Oh. Is dat vliegtuig er al überhaupt, Thomas? Schijt gewoon. Hey, wojo, het wikkelt helemaal. Oh nee, het is niet goed. De hele auto Hey joh. Dat hek gaat niet open. Hey. Ik denk dat het voorbij is. Ik ben niet meer dronken. Ja. Kijk, we kunnen gewoon zo tussendoor. Deurtje dicht doen. Ja, hey. Oh, ja, oké. Even gemaakt. Ik ga eens kijken. Je moet niet rijden. Jij moet niet rijden, Teun. Ja, kom dan goed. Ik ben Teun. Ja, ik ben Bob. Ja, ik ben ook toch een beetje dronken. Oh, man. Hij staat er niet. Verdorie. Heb je vliegtuig al besteld, joh? Thomas. Waar zijn jullie ook? Bij mij dan rijden. Daar zijn jullie. Oh, bij dan jongens. Ik weet niet wat. Laat maar rijden. Nee. Jongens. Ik denk dat het beter is dat ik maar niet ga rijden. Ik moet even zoeken. Kijk uit, Thomas. Jongens, kijk wat hier staat. Het zit ook nooit... Nee, Bob, niet doen. Bob, wij gaan alvast naar het vliegtuig. Tot zo. Ja, is goed. Yo, want voor elkaar. Oh, die Bob is ook zo dronken als ik weet niet wat, hè. Woehoe! Jongen, je hoort toch al vanaf hier. Zo'n verre afstand. Oh, moet ik hierin gaan vliegen? Ja, dit is mijn vliegtuig. Hoe moet ik anders die dingen... Die ding? ...handelen. Zet wel even dingen aan de kant, hoe heet het?
Vilas of Bob, dat was het. Ja, allemaal, al die namen. Zo populair. Hollietje, hoe dan? Waar ben ik beloond? Ik heb politie achter me aan. Waar zit jij nou? Thomas! Kom! Ja, ik ben opeens Nokia gegaan. Ja, niet door. Ja, ik denk dat mijn helikopter op zijn snuffert is gevallen. Nou, Teun, wij gaan alvast naar de landingsbaan. Naar de opstijgbaan. Ja, met een klein beetje. Waarom heb je eigenlijk een piemel tussen je handen? Dat kan ik niet verklaren. Dat is gewoon een stuurding. Dat is de knuppel. Ja, de knuppel. Maar zelf ben je ook wel knuppel. Ja, jij bent een ei. Dus komt goed uit. Ja, dat weet ik. Hey joh. Ga je gewoon opstijgen zonder mij? Dag niet. Ik wil achterin zitten. Nee. Jawel. Nee, we laten hem achterin zitten. Want als het fout gaat, hebben wij meer kans om te overleven. Maar wij hebben de... Nou, volgens mijn berekeningen op het internet... Nou, op het internet is niet mijn berekening. Maar als je achterin zit, heb je meer kans om het overleven. Ja, maar wij hebben betere parachute, Bob. Oh, gaat het. Ja, dat maakt het niet uit. Waar is Thomas dan? Thomas moet wel even naar de opstijgen. Ik kom eraan. Ik ben Thomas. Hier. Nou, jij gaat zo... Nee, ik ga maar alvast buiten wachten, want ja. Ik sta wel klaar om te komen. Dus. Boys? Nou, ik moet wel nog even roken. Voor de stress nee. Zeker. Nou, laten we dan even allemaal even wat gaan roken. Maar, jongens. Nou, ik ben gestrest door jullie. Adzalig gerookt. Oh mijn god. Waarom doen we dit ook? Ik heb helemaal geen checkies. Ah, ik kan wel iets voor je droppen. Hier. Heb je checkies voor mij? Alsjeblieft. Hier ligt het. Hij ligt hier. Oh, chips. Nou, ik ga vast in het vliegtuig, boys. Als jullie een beetje opschieten, dan hoeven we niet zoveel vaart te maken. Thomas, kom. Hallo instappen. We gaan. Dat was een lekker, Thomas legt voorin en ik ga achter. Kan ik wel achterin? Nee. Jawel, ik kan niet eens achterin. Jawel, kan wel. Nee. Oh, zit ik nou? Ik zit achterin. Oké, okay, ready for take-off? Oké, okay, let's go boys. Yeah, we hebben toestemming gekregen. Hey, als je een gekke molen op ons afkomt. Ik heb een... Kijk eens naar mij. Ik heb een wapentje. Ik heb niet een wapen. Oké, daar gaan we boys. Ik heb nog nooit een zo groot vliegtuig gevlogen. Bob zal wel kriebels hebben omdat hij nog nooit in een vliegtuig heeft gezeten. Thomas, jij wel toch? Ja. Moet je niet nog... Heb je al de wielen uitgeklapt of ingeklapt? Ingeklapt nu. Ja. Hey, Bob? Ja? Ik ben Teun. Je hebt hier trouwens gratis wifi. Oh echt? Ja! Wifi! Nice! Oh ja, klopt. Heerlijk. Wifi. Ik zit gewoon lekker op mijn telly. Mooi. Waar willen jullie heen, boys? Telefoon, hè? Ja, mij maakt niet uit. Je ging toch op vakantie? Ja. Oké, okay, dan gaan we naar het woestijngebied. Naar het woestijngebied? Ja. Ik kan Vilas helemaal... Of ik kan... zeg nou weer Vilas. Ik kan Bob helemaal niet zien. Nee, hij zit achterin. Nee, maar ik zit achterin, hè. Ja, maar ik kan helemaal niet. Nee, maar ik zit in het laadruim. Waar normaal altijd jouw druk zit, hè, Thomas. Ja, dat is waar. Ik kan de politie het niet zien. We moeten wel even kijken, want dit is een groot vliegtuig, groot ding. Dus we moeten wel even kijken hoe ik dat ga doen met landen. Want ja, het is een best kleine landingsbaan. Maar ik ga het proberen.
ga nu al iets dalen. En ik ga... Ja, is goed. Ik ga ook heel eventjes draaien. Want dit gaat nog wel eens lastig doen. Ja, maar gaan we zo meteen even wat drinken of zo? Ja, ik heb toevallig een motorclub hier. Dus dat is gewoon ook. Oh, een... Heb je een motorclub? Ik heb een motorclub. Nou jongens, ik zie in mijn rechter ooghoek dat er een heel mooie kroeg in de buurt is. Ja. Oh ja, dat is waar. Die zit hier ook. Dus daar kunnen we ook wel even in. Maar eerst moet ik wel even landen. Dat wordt nog wel eens een uitdaging. Ja, je moet wel goed landen. Anders vlieg ik volgende keer. Nou, dat kan je niet eens. Jij moet nooit gaan vliegen. Dat is één ding wat zeker is. Bob. Mijn vliegen. Ja. Landen! Naar nog beneden! Niet. Snel! Naar beneden hier! Ja, daar. Ik zie het ook wel. Wie leven uitklappen? Zijn ze al. Oh. Ja, dat kan. Oké, daar gaan we. Ready for impact, boys! Oké, daar gaan we, boys. Moet meer naar beneden. Can we made it? Hey, ga je landen? Remmen! Ja, de grond. Oei, let's go. We zijn wel een beetje laat, want het is een kleine landingsbaan. Maar we hebben het gehad, boys. Zo, het is al 1 over 5. Ja, we moeten snel naar die kroeg, hè. Jongens, hier is een privéhelikopter. Dat is geen privéhelikopter. Ja, ik ga wel even mijn autootje bellen. Iedereen gebruiken. Nou, nee, dit is een privéhelikopter. Nee. Oh. Bye. Ja, blijf jij maar hier. Ik ga wel even mijn autootje bellen. It's on the way. Oh, Teun, niet switch. Doen! Ik bedoel Bob. Niet doen. Wow. Oeh. Nee! Teun, niet schieten! Ja, daarom. Zet hem neer. Ja. Bob, je kan niet vliegen! Wie komt Bob! Wow, dat is Bob. Niet de rem! De rem is links! Oh! Ik denk dat het niet helemaal goed gaat. Oké, Bob, rustig naar beneden. Rustig het stikje naar beneden. Wat is de rem? Rustig naar beneden, Bob! Ja, wat is de rem? Ik weet niet hoe je het doet. Naar beneden, doe je stikje naar beneden! Oh, volgens mij heb ik het nou gevonden. Ja, oh nee, dit is niet de rem. Dit is dit. No. Oh, Bob. Goed. Bob. Ja, goede keus. Bob, je weet toch hoeveel geld dat ons allemaal kost, hè? Ja. Ik heb al een autootje. We hebben met z'n... Het gaat er wel mee door. En wij gaan lekker mee. Oh nee, politie. Rijden! Op naar de kroeg! Bob. Ik weet de weg niet. Op naar de kroeg! Weet je de weg niet? Nou, volg ons. Waar is de kroeg? Nee, daar is het al. Ik zie het niet meer. Wow! Hier! Oh. Hij is rechts. Ja. Kijk voor de politie! Nee! Wat doe je nou? Nu heb je de politie gezien. Ja, nu moeten we gas geven hoor. Waarom, Bob? Maar waarom laat je ook die helikopter neerstorten? Ik bel mijn vriendin Gerda wel eventjes. Wacht hier. Gerda. Ik bel Gerda wel. Werkt zij bij de politie of zo? Ja. Oké, ik heb Gerda gebeld. Oké, ja. Zo. Politie is weg. Mooi. Ja, komt allemaal door Gerda, hè? Gerda is mijn beste vriendin. Gerda is wel echt een topvrouw. Ja. Mag haar nummer? Nee, die mag niet. Oh! Gaat fout. Daarom moet je eerst speciaals doen. Iets heel speciaals. Ja, wat voor speciaals? De test moet je halen. Nou, op in de kroegen! Even goed inparkeren. Nou, dat staat toch goed zo. Toch niet in. Ja, nou en.
Kijk, hier zijn het. Jongens. Maar waar? Geven ze nou ons niet gewoon darten, geen drinken? Jongens, niet darten. Geven ze ons nou gewoon geen drinken? Ja, ik ga ruzie zoeken. Kom, het is toch grappig. Jij gaat nu wat drinken voor ons. Oh, ik heb ruzie, boys. Ik kom vechten. Oh, nee. Jongens, laat mij dit afhandelen. Ja, ik kom lekker vechten. Hutsa, Nibbal. Hatsa. Hé, hey, ze rennen weg, ze rennen weg. Hé, hey, rennen is goed. Verdomme niet, hè. Ik schiet ze allemaal neer. Ik ga mijn wapentje gebruiken, hoor. Alleen een pistooltje, jongens. Anders krijg ik ook niet. Oh, ik heb... Jongens, ik zit lekker te zuipen. Nee, we kunnen hier niet drinken. Jongens, het wordt al veel te laat, joh. We kunnen hier niet Kom, drinken. We gaan nog wel even kleren kopen bij de shopper in Los Santos. Hé, hey, homo's! Dit is een cirkel. Hé, hey, wat is hier dan? Hé, hey, hier is gewoon de slang! Wat? Ik schiet hem dood. Als ik kan. Oh, ik heb weer politie. Ik ga ook Gerda even bellen. Oh ja, een slang. Maar jongens, we moeten echt weer terug met het vliegtuig. Kom. Maar ik kan hier niet zuipen. Oké. Filas, ga ik vliegen. Ik bedoel, komen. Nee, je laat Bob toch niet die auto besturen van je? Oh, nee. Bob, nee, kom nee, maar nee. Hier. Nou, dit jaar ga okay. ik vliegen. Nee, dat gaat niet goed. Ik ben degene met vliegboefred. Ja, het is mijn vliegtuig. Maar dat gaat niet goed uitpakken, Thomas. Jawel hoor, jawel. Laat mij. Nee, ik ga vliegen gewoon. Ik heb 0,000 vandaag gezopen. Ik ben niet dronken, dus ik kan wel vliegen. Ik vlieg. Nee. Helemaal niet. Auw! Dat dacht ik even niet. Is even normaal. Jongens. Ik zei, ik ga vliegen. Oké. Okay. Ik volg jullie wel. Ik geef wel... Nee! Bob! Nee. Niet doen, Bob! Jawel! Het komt goed. Bob gaat vliegen, jongens. Oké, okay, ja. Laat Wacht, ik vlieg achter hem. Laat mij jou even uitstappen. Achter hem. Ja, er ligt daar nog een vliegtuig. Nou, ligt. Er staat. Dus Bob ja, wil eventjes waar wachten. Gaan we naartoe? Ik weet niet waar we naartoe Weer gaan. Naar het grote vliegveld. Naar het grote waar we... Nou, wacht, ik ben alweer weg. Nee, yo, Bob, Bob, nog niet. Ik moet achter je vliegen. Bob. Bob, ik geef je instructies via de radio dingen. Oh, dan moet ik even mijn helmpje aandoen. Ja, doe je helmpje Ik moet wel even mijn helmpje Hey Bob, ben je nog een beetje duizelig? Nee, komt wel goed. En dit vliegtuig heb ik vaak genoeg gevlogen, dus het moet wel goed komen. Oké, okay. Het is lang geleden dat ik in dit vliegtuig heb gevlogen, dus ja. Bob, ben je klaar? Ja, helemaal vlieger. Heb je al je helmpje op? Ja. Oké. Stijg jij maar eerst op. We moeten naar het grote vliegveld, dus ja. Ik ben al in de lucht. Gaat wel goed dit toch? Ja, ik denk het wel. Oh! Oh! Bob! Woe! Oh, Bob vliegt ja, gewoon, hoor. Ik heb heel erg... Heel rustig heel naar links. Rustig, rustig. Ik zie iemand. Ik zie het vliegtuig van hem. Jongens, van zijn we allemaal met elkaar in verbinding? Kortom is nog niet zo goed. Niet zo goed. Ja. Ja, hij is al verder weg. Maar, jongens, jullie kennen toch wel Bluetooth? Laten we dat gewoon even aanzetten. Ja, boy. Oh, nee. Wat doet hij nou? Ik was allemaal aanwezig, hè? We moeten naar het vliegveld toe. Ja, ik heb een beetje veel turbulentie, dus... Okay. Nou, ik denk dat je dat gewoon zelf lekker doet. Kan ook. Oké, ik ga als eerst landen, oké? Nee, dat kan ik.
Oké, laat Bob maar als eerst staan. Nee, want ik heb het grootste vliegtuig. Ja, maar jij moet op een andere landingsbaan. Maar vraag maar, waar is Bob? Ah, daar boven mij. Hier zo. Oké, jongens, even allemaal klimmen naar 400 voet. Wat doet Bob? Bob! Bob, niet doen. Ja, het komt nog goed. Oké, jongens. Ja, dat zeg je altijd. Dat was vorig jaar ook zo. Ik moet als eerst landen. Ik sta voor, dus. Ik sta voor, God. Ik ga als eerst landen. Ik probeer of ik moet een... Wow. Oké. Ja, mijn vliegtuig die keert niet zo snel. Draait ja, oké, ik ga doorstarten. Oké, ga maar. Ja, ik... Oké, concentratie op 100. Komt voor de bakker. Oké, Bob is geland, zo te zien. Ja, ik ga niet zo lekker. Nou! Echt, ik ga hem niet goed landen. Ik ga hem niet recht landen. Maar ik ga hem wel landen. Oké, ik ben bezig ik met de landing. Ik kan vliegen! Woe! Ja, man, met de hulp van mij, hè, Bob. Onthoud dat wel. Nee. Hey. Oh, ik weet niet of dit wel goed gaat nog. Hey, ik ben goed geland. Ik niet. Ik stroom ver door. Oh, wat doe je nou? Hey. Hey, bij. Woe. Dit is me gelukt. Het is gelukt, Bob. Lekker. Gaan we met de bus gaan we even toeren. Zal ik even de bus rijden? Ja. Met de bus. Maar ik heb er niet genoeg geld voor. Na cash. Oké. Kan je Neil misschien een ticket kopen voor mij? Ja, maar ik weet niet meer wat die is. Ik zie hem niet meer. Ik zag net een bus. Maar... Oh, ik ga wel even kijken, ja? Nee, doe maar niet. Ik bel wel mijn auto. Oh, jongens. Ja, wel even ik zet wel even auto. Ik zet wel vliegtuig in... De loods, oké? Wow! Hey! Hey, doe rustig, Bob! Oh, jongens. Oké, mijn vliegtuig staat in de loods, jongens. De gastanken! Jongens, ik moet even doorvliegen. Nee, Bob. Bob, hou je rustig. Bob! Doe je nou? Woe! Bob! Kracht naar beneden! Yeah! Bob! Kijk uit, yes. Bob! Hij is helemaal dronken, gek. Te paard vliegend! Woe! Bob! Hey, oh, check kom met mij instappen, jongens. Ik heb oh nee! Een... Bob! Ik heb even jongens, het lukt wel! Bob, hij is een beetje bewusteloos. Ik ben eruit gesprongen, jongens. Ik ben er nog uitgesprongen. Olie, ik kom je ophalen. Oké, met de auto. Hallo. Ik ga naar de duurste kledingzaak van heel. Ik weet niet. De wereld. Wat is dit? Weet je dat niet? Zelfs ik weet het. En laat mij maar rijden. Drie Thomas, weet je waar het is? Weet je wel, bij het grote winkelcentrum, daar aan de rand. Waar ook de kapper is en zo. Oh ja, is goed. Je altijd zo strak je haartjes doet, hè? Ja. Oké, ik weet het. Ik heb even mijn... Mijn leer. Oh, busy. We hebben niks gedaan, opeens wil politie. Hey, Bob, kan je even instappen? Dan even Gerda bellen. Ja, ik ga ook even... Het is Ingrid! Jongen!
Nee, het is daar. Oh, dan heb ik het gewoon fout. Ja, bij jou is het Ingrid, toch? Jij hebt toch Ingrid? Okay, ja. Okay. Ik heb Ingrid gebeld. Je hebt Ingrid en Gerda. Je hebt Ingrid en Gerda. Ik heb ze allebei. Rij nou even goed, Thomas. Ja, sorry hoor. Ik kan niet zo goed rijden dan als vliegen. Alleen Ingrid negeert me de laatste tijd zoveel. Dat vind ik zo irritant. Nou, alleen Gerda is lekkerder. Nee, juist niet. Oeps. Waarom is Ingrid? Jongens, hey, niks. Je mag alleen een pistooltje hebben in Amerika. Ja. Oh. Pistooltje. Crash. Pistool! Oh. Hé, hey, ja, dat is Trump! Dat is Trump! Ja, schiet hem dood! Jongens! Schiet hem dood! Oh, ik heb pot! Bel Ingrid! Ik moet weer Ingrid bellen, waarom? Heel mijn telefoon... Nee, Bob! Gooi hem weg! I'm guessing you don't want a back rub. Het kan nog niet! Help! Ja, dan bel ik wel... Wat doe je? Ja, Bob? Nee, een dikke bafkos. Ik wil wel Pietertje. Nee, verdomme jongens. Waarom moet het nou zo? No. Ze gaan dan weer weg. Ja, ik heb Pietertje gebeld. Hé hey, joh, okay, pas weg. Rij op boys. Ik wil naar het duurste winkel. Dan ga ik wel even... Oh, wat een mooie auto! Het kleding kopen. Hé hey, joh! Wat doet hij nou, Koekloos? Oh. Het gaat niet zo goed. Oh, heel die auto van jou is gewoon kapot. Ja, klopt. Maakt niet uit. Thomas is weer dronken. Thomas, wij moeten er ook nog levend uitkomen, hè? Oh, ja, kom aan, ik heb echt short. Waarom kijk je zo boos, Bob? Ja, Bob kijkt boos, hè? Ja. Geen idee. Doe niet meer. Nou, ik ga die kleding hier even kopen. Kijk hoe mooi ik hem geparkeerd heb, jongen. Laten we lekker kleding kopen, boys. Oh, wow. Jij moet ook zo meteen kijken wat ik koop. Eerst ga ik kijken wat jij koopt. Ik wil eigenlijk een hele mooie outfit. Nee, ik wil Supreme. Wil je Supreme? Ja, dat hebben ze wel. Tops. Oorbellen ga ik niet doen. Designer. Ja, dat weet ik, maar ik ga geen oorbellen doen. Ik zal handschoenen aan doen. Het is koud daar buiten. Het moet hier staan. Hier Gucci alles. Hebben ze geen horloges? Louis. Hebben ze ook Louis? Ze hebben geen horloges. Ik denk niet kunnen hoor. Ik zie nergens. Waar? Nee. Truien, hebben ze dat die ook? Of is dat van Tops? Ja, dat is van Tops, hè. Ik wil een mooie ketting. Ik ga een pet kopen. Zal ik een blauwe of een legerpet kopen? Een legerpet. Of een zwarte. Wat zou ik doen? Weet niet. Ik denk wel... Oeh, wat een mooie... voor de leger? Ah, mooi. Ja, leger. Wat een mooie outfit hier, zeg. Ik denk dat ik voor die real designer ga. Nee, ik ga deze kopen. Ik vind hem heel mooi. You should try it on. Ik vind het een mooi petje.
Oh, wat moet ik toch kopen? Ah, je moet nog nieuwe schoenen kopen, had je gezegd. Ja, dat is ook wel warmer. Zou ik gewoon een lekker... Nee, het is ook niet mooi. Kom op. Ik ga een snelle planga kopen. Een snelle planga? Die wil ik al heel lang. Ja, dan moet je wel even hier komen, hè? Ja, maar waar ben je dan ook? Ik zit even naar een mooi autootje te kijken. En ik zie dat er zal ik een mooi pakje kopen? Zitten. Nee. Ja, maar wil je de snelle planga kopen? Hoeveel kost die? Even kijken. En dan moet je wel even meegaan, hè? I can see you wearing that. Ja, ik kom nou niet met mijn wapen vast. Ja, hij kost 1408 euro. Dollar, 1400? Dan ga ik die... En waar staat die? Hij staat... Bij dit mevrouwtje staat hij bij standaard. Wat? Standard. Je gaat door de muur heen, Olly. Dit moet je zien. Wacht. Of door de grond. Hij zit... Vino zit door de grond. Ik ben... Waar kan je dan die snelle plan aan zien? Bij standaard. Oh, ik kleding, heb je helemaal. Ja, maar ik zie daar geen snelle plan aan. Kijk, Filos. Olly. Kijk, ja, hij zit in de grond. Filos heeft ook altijd magie. Hè? Je moest toch nieuwe schoenen kopen? Nee, ik ga gewoon. Ik ga iets netjes doen. Ik vind dit wel een mooie snelle planga eigenlijk. Nou, ik zie hier wel hele mooie bontjassen. Nee, je moest met die beatboxen. Of met die zal ik een bontjas kopen? Ah, nou, het is wel aan de prijs hoor. Wat? Beatmaker. Vind je dat een snelle planga? Ja. Nou, dan koop ik die toch. Ja, tuurlijk. Hoppa! Dat is pas mooi. Vind ik wel mooie jassies. Nou, ik vind het niet zo mooi hier. Je moet even ergens anders... Oh, ik ga hier kijken. Voor allemaal dingen. Heb ik een. Oeh, deze wil ik. Ik ga Louis Vuitton jasje kopen, boys. Nee, joh. Teun! Ik heb een hele mooie auto geregeld. Hoe hebben we zo nog met je... Teun! Ja. We hebben vanaf nu een nieuwe sponsor. Wie dan? Hebben jullie een nieuwe sponsor? Ja, we hebben een sponsor. En dat staat op deze auto. Ik ga graag kopen. Kom dan, ik wil kijken. Cherry Popper? Nee. Een heel mooi biermerk. Hier in... Biermerk? Ja. Het beroemdste biermerk van de hele wereld. Kom kijken, hier. Piswasser. Hoe duur kostte die auto wel? Ja, weet ik niet. Eerlijk. Ja, ik heb even een... Nou, die had ik al wel een tijd, zeg maar. Maar hoe duur heeft die gekost? Eerlijk, Bob. Veel. Hoeveel? Alleen ik heb van mijn moeder gekregen, ja. Bob, hoeveel? Iets van 250.000. Oh, ik zou zeggen, Bob. Het is niet de moeite waard. Alleen ik heb hem gekregen, hè. Dus... Okay, en het was heel lang geleden, dus... Ik heb even... Ja. Weet jullie waar de shirtjes staan? Bij Tops. Ik wil een shirt kopen. Alleen deze auto mag ik gebruiken. Dus dit is gesponsord, maar je mag hem alleen gebruiken en niet hebben? Jawel, we mogen hem gewoon hebben. Nou, oké. Maar we hebben dus vanaf nu een hele mooie sponsor. Chill. Ja. Bij Tops, maar ik weet niet waar Tops staat. Die staat gewoon in de winkel.
En ik heb er trouwens nog veel meer hoor. Those are selling fast. Nou, waar zijn die mooie? Alleen, die zijn allemaal van mijn moeder, dus die mag ik helemaal niet gebruiken natuurlijk, maar... Doe je dat wel? Hè? Huh? Doe je dat? Nee, doe ik niet. Mm-hmm. En dan moeten we geloven. Ja. Ja, ik vind het zo mooi, alleen moet ze ook wel even naar de kapper hoor. Ja, vind ik ook. Naar de kapper. Ik heb een nieuwe outfit. Alleen ik moet nog schoenen. Oh, wat zijn we toch lang bezig met dat kopen en zo. Ja, ik heb een nieuwe jas gekocht. Nee, Bob, we gaan niet met die auto. En jij gaat ook niet hier rijden. Dit is mijn auto, ja. Vraag me niet hoe ik hem heb, maar ik heb mijn rijbewijs ook niet. Maar dus vraag me ook niet meer hoe ik aan deze auto kom zonder rijbewijs. Maar wat vind je van nieuwe kleren? Ik. Oh, nee. Thomas. Waar houden die petjes? Ja, ook ergens daar. Hier. De accessoires, denk ik. Ik weet niet. Nee, nee, was niet bij accessoires. Was hier zo. Ergens. Weet ik veel waar die was. Oh, het. Ja. Ja, het. Weet niet waar. Hoppatee. Het. Oh, lekker. Ik wil wel een mooie... Wat is dit dan? Oh, kan je gewoon... Dat is echt heel lelijk. Ja, ik ga morgen pas mijn... petje opdoen. Eerst ga ik even gewoon lekker muziek luisteren. Hoe is een mooi petjes? You won't find those anywhere. Ik heb ook een petje. Ik heb mijn auto ingeparkeerd, jongens. Ja, ik ga ook even muziek luisteren. Ik ga morgen pas mijn petje opdoen. Jaai. Ja, zo, jongens. En waar zijn de schoenen? Ja, die schoenen krijg je van jongens, mij. Jongens, ik denk dat we hier een klein probleempje hebben. Hier zo zitten de schoenen. We hebben een heel klein probleempje, hoor. Hier zo zitten de schoenen. Ga maar kijken, jongens. Alleen, die schoenen krijg je van mij. Oké. Extra duur. Jongens. Klein probleempje hier zo. Oh, Bob. Soms word ik ook zo gek van jou. You should try it on. Ik ga denk voor blauwe schoenen. Vind je die? Ga ik voor blauwe schoenen? Oh, schoenen met stekels. Die zijn wel fancy. Ja, Louboutins, hè. Ik heb ze. Nou, ik heb ze nu even in de blauw gekocht. Jongens. Hey, in het rood heb ik ze ook. Die ga ik lekker aandoen. Ik ga gewoon hetzelfde als jou doen. Oké. I can see you wearing that. Kom je? Jongens, niet in de achterkant kijken van de winkel alsjeblieft. Heerlijk. Niet in de achterkant kijken van de winkel, ja? Achterkant? Waar is de achterkant? Nou, daarachter. Oh, oeps. Oké. Wat is er? Wat vinden jullie van mijn nieuwe outfit, boys? Even eerlijk. Als het goed is, lag mijn lichaam daar. Want ik heb een beetje drugs op, maar maakt niet uit, toch? Jongens, ik ga naar huis. Ja. Doei! Nee.